bij weer een nieuwe aflevering van Robin over de natuur. Ik heb het gehad in een heel bekende eiland genaamd Terschelling. Daar ben ik met stel vrienden die jullie zo meteen ook nog gaan zien op vakantie. Maar eerst eventjes hier bij de zee. Dit is de Noordzeekade van Terschelling. Hiernaast vind je Vlieland. Daarachter ga je richting Noorwegen en richting Scandinavië. Ik vind het wel eerlijk gezegd, we zijn nog wel verschillende rogen geweest. Dit eiland vind ik 1000 malen beter. Nog groter en gezelliger. We staan op een camping. We hebben heel veel jongeren op hun eigen tent, op zijn duur, de tent, zeg maar. En dat is ook hartstikke gezellig. Er worden ook heel veel gefeest. We zijn al net 1 dag hier zo. En we zien dat er heel veel mensen hier op het strand zijn nu. En er staan ook daar, daar zie je 2 afvallende kereltjes. Dat zijn de strandwachten, die houden de boel de gaten aan. Die zorgen dat er niemand verdrinkt. En dat soort dingen. Dan heb je ook de schelpen daar weer. Dat zijn schelpen van oesters en allerlei andere beesten. Ik zet er ook wel wat voor de zeg maar. Er ligt weer duizenden van. Dat is sowieso een beetje natuurlijk nog andere schelpen. Dat soort dingen. Hartstikke. En dan heb je de bedieningspost van de strandwachten. Speciale aflevering van Robin over de natuur. Zometeen stel ik jullie voor aan een stel vrienden van mij. Maar eerst kunnen wij nog eventjes over de voor mij natuurlijk een beetje zo'n pijn bezoek maken aan via Citek. Abonneer je daar zo en dan blijf je dan over alle video's, muziek, tv's. En ook kan ik je volgen via Facebook en Twitter, via voor foto's en alle andere dergelijke dingen. Via Tegen, moet je even zoekpagina Citek23 en dan dat zie ik even op mijn beelden staan en dan vind je het. Wat ik vergeet ermee, ik zou je veel hebben. Zometeen zien jullie mijn vrienden nog eventjes wat zoals. Maar dat maakt niet uit, we gaan nog eventjes verder kijken. Je moet eens kijken jongens, hier ook allerlei duinen en zo. Dan gaat de kilometers door tot daar. Dus het is er altijd de hele dag hier weer afgeeft. Heel goed tijd van het land, was echt weer vandaag. Wij hebben lekker geluk. Gewoon een paar spulletjes regen kwamen wij er lekker vanaf. Dat scheelt weer. En natuurlijk wel even liggen natuurlijk en zo. Hartstikke mooi. Kijk, daar hebben mijn vrienden, die zijn met iets bezig. Die zijn helemaal aan het ingraven. Ik heb er zelf ook al in gelegen. Ik ben het helemaal ingegraven in het zand. Hartstikke grappig om het even mee te maken. Maar ja, de vraag dat je er weer uitkomt. Hoe komt het er weer uit? Ja, dat doe je natuurlijk jezelf. Dan gaan we zo eens van dichtbij bekijken. En zo vind je hier ook in alle andere vogels. Die meeuwen zijn ook veel irritant hoor, dames en heren. Ja, ja. Of heel veel schade aanrichten en zo, hè. Eterij en vechterij. En dan heb je dus allerlei meeuwen die ik heb bedoeld, zeg maar. Ja, 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 ja. Even eens kijken of het hier aan de hand is. We hebben zo bij een heel mooi natuurmonument hier zo. Marco natuurlijk, dat soort ding. Ja, ja. Ja, ja. Hoe kom je daar nou terecht, jongen? Hoe kom je daar nou terecht? Ja. Maar goed, ik ben een beetje verkeerd hier, volgens mij. Dit is van Jos en Peter, dames en heren. Die zijn ook eventjes bezig even aan het oude horen hier zo. En de rest ligt lekker... Ik vind het gewoon wel leuk ook, joh, zo. Ja, jongens, eventjes een speciale aflevering van Robin over de natuur, zei ik al. Dan moet je eens kijken, echt waar. Het is hartstikke mooi hier. Hier, mooie schelpen, mooie hand en dat soort dingen. Voor wie nog wel graag op vakantie wil deze dagen, de Schelling, dan moet je heen gaan. Dat is een hartstikke mooie plek en, om lekker uit te gaan en lekker te genieten van het mooie weer en zo, hè. En hij geniet er ook wel van, volgens mij, of niet? Ik wil even, best wel.